Mijn naam is Kaylee en ik ben een van de meisjes van de wijn. En middels deze video ga ik jullie weer alles vertellen over de druivenpost van deze maand. We beginnen deze druivenpost met een van mijn favoriete wijnen. Namelijk de Jean Léon sinds... Oh, ik heb het verkeerde gepakt. Namelijk de Jean Léon sinds 1963, maar dan de witte variant. 100% Chardonnay. Dus ideaal voor iedereen die altijd zegt, ik hou niet van Chardonnay. Dan hou je waarschijnlijk niet van dat houtgelagerde. Dat maakt het heel vettig en heel vol in je mond. Nou, als hij niet houtgelagerd is, dan heeft hij een opvoeding gehad op staal. Dan is hij altijd veel strakker. De Chardonnay zelf is ook wel een volle ronde druif. Maar op staal maakt hij hem wat frisser. Dus ideaal om dan nu te proberen. Sinds 1963 zeg ik erbij, want dat was het jaar waarin Jean Léon zijn eerste stokken planten in de Penedès. Daar komt ook de wijn vandaan. En dat waren niet inheemse druiven destijds. Dus de Chardonnay plantte hij daar aan. En dat was natuurlijk wel een beetje rebels. Want in die tijd was dat allemaal niet helemaal correct en zoals het hoorde. Maar hij was ook zeker wel rebels. Door omstandigheden was hij namelijk naar Hollywood verhuisd. En daar runde hij een van de betere restaurants in Hollywood. Sterker nog, hij was een van de beste vrienden van Marilyn Monroe. Door zijn avonturen was hij wel zijn eigen familie een beetje uit het oog verloren. En na een aantal jaren belde hij weer en zei hij, hey, daar ben ik. Zijn eigen familie geloofde dat niet, want die dachten dat hij er niet meer was. Dat hij overleden was. Hij is uiteindelijk teruggekomen naar Spanje om zich weer te herenigen met zijn familie. En had een passie voor een mooi restaurant runnen, maar had ook een passie voor wijn maken. Dat is allemaal begonnen in 1963. Helaas, in 1994 is Jean Léon overleden. En nu wordt het wijnhuis gerund door de familie Torres. Maar ze doen alles met alle respect voor Jean Léon. Want hij had een mooi verhaal, wist hoe wijnen gemaakt moesten worden. En dat proeven we eigenlijk vandaag de dag nog steeds terug. Nog wel een leuk feitje. 3055 was het nummerlicentie wat ze destijds hadden in Hollywood voor hun taxibedrijf. Dus naast een fantastisch restaurant runde Jean Léon ook nog eens een taxibedrijf. Het was me er één. En als je het mij vraagt, de perfecte ingrediënten voor een topwijn. Geniet ervan. Oh, wil je ervan genieten op z'n best? Eet er dan iets van vis bij. Lekker een vissalade of een gamba's, iets in die trant. Geniet ervan. De tweede wijn in jullie pakket is deze prachtige rode wijn, ook uit Spanje. Gemaakt van 70% Tempranillo en 30% Syrah. Geen hout gehad, gewoon ook op staal gelegen, daardoor heel fris. Een makkelijk instapwijn als je het mij vraagt. Ooit begonnen met twee broers uit Denemarken. Die zijn een wijnorganisatie begonnen met al hun wijnkennis en wijnpassie. En hebben er eigenlijk voor gezorgd dat in een heel groot gedeelte van Spanje alle wijnkennis van alle wijnboeren, wijnmakers bij elkaar komt. Om zo de beste wijnen te kunnen maken. Nou, ik vind dit echt een topwijn. Je kan hem lekker drinken bij een pizza. Dat heb ik gisteren gedaan. Fantastisch. Of bij een pasta of kruidige gerechten. Daar past hij perfect bij. Want hij heeft best een zachte aftronk. Het is geen hele heftige wijn. Ik vind het label er zo heel leuk. Maar ik had er wel vragen over. Er staat hem op Invidious. Ik dacht, waarom staat dat erop? Want Invidious betekent hatelijk of hachelijk in iets in die trant. En dan staat er ook nog eens op de achterkant, a wine to envy. Ik dacht, het lijkt bijna alsof je die wijn niet moet drinken. Ik kan je vertellen, begin er inderdaad niet aan. Want eenmaal één glas, je wil meer. Succes! De laatste wijn in jullie wijnpakket is deze Corte Rosso uit Emilia Romagna, Italië. Gemaakt van drie wijnen, maar allemaal van dezelfde druif, namelijk de Sangiovese. 30% hiervan heeft gewoon een opvoeding gehad op staal, 30% op hout, maar die andere 30% is vergelijkbaar met een Ripasso of een Amarone. Daarvan zijn de druiven een aantal dagen gedroogd, dan krijg je een krent en daaruit is een wijn geperst. Nou, je kan je voorstellen wat een smaakintensiteit die laatste wijn heeft. Gemengd met de eerste twee wijnen is dit echt een prachtig exemplaar. En dus ook wel een beetje vergelijkbaar met een Ripasso. En hij doet er echt niet voor onder. Als je het mij vraagt, drink je dit heerlijk bij een kipgerecht. Maar dat is mijn tip, drink hem vooral wanneer je er zin in hebt. Hij past altijd.
En ook dit keer zit er weer een leuke goodie in jullie pakket. En dit keer is het een wijnkoeler. Dit leg je in je vriezer en dan kan je er zo prachtig je wijnfles in zetten. Maar wat ik er vooral heel erg ideaal aan vind, is dat de temperatuur erop staat van hoe koud je wijn moet zijn. Want daar krijgen wij best wel vaak vragen over. Dat hoeft niet meer, nu weet je het zelf. Ik zou zeggen, geniet van alle mooie wijnen. Drink vooral wanneer je er zin in hebt. En we horen graag wat jullie ervan vonden. Tot de volgende keer weer!